Hey, welkom bij de Overcash. Ik ben Chris. Ik ben Benny. En vandaag weer een nieuwe coin van de week. Ja. En dan denk je, coin van de week? Het is toch een hele slechte markt? Kom eens met een coin van de week. Ja, de coin van de week bepalen wij niet. Die bepaalt de markt. Bepaalt de markt. Ja, we hebben wel een hele kleine vinger in de pap. Ja, natuurlijk. Kom nou. Is het er één waarvan we denken van, nou ja, moet dat? Maar goed, de coin van de week vinden wij? Ja, Binance Coin. De Binance Coin. Waarom nou de Binance Coin? Omdat de Binance Coin is eigenlijk een beetje onze contrarian. Ik weet niet of jullie dat filmpje hebben gezien, maar de contrarian die doet het tegenovergestelde van wat iedereen in de markt doet. En eigenlijk als het slecht gaat met de markt, gaat het goed tot redelijk goed met de Binance Coin. Ja, en ik wil deze eigenlijk, want je kan ook zeggen bijvoorbeeld Stellar, maar dat was meer op nieuws gebaseerd en wat dingetjes die er naar buiten komen. En de Binance Coin heeft het keer op keer bewezen dat als de Bitcoin het slecht doet en eigenlijk vooral alle altcoins, want je moet het niet vergeten, kijk de afgelopen maand, kijk even naar alle cijfers van alle altcoins. De afgelopen 30 dagen, 30%, is gewoon 30%, echt bloedrood, 40%, bloedrood. 48%, 42%. En wat heeft de Binance Coin dan? 3% is gewoon, dat is gewoon helemaal niks mis mee. Dat is niks. Blijkt gewoon echt een hele goede hedge optie te zijn. Dus dat betekent gewoon, als de markt het slecht doet, zijn de mensen heel snel geneigd om dus in plaats van hun bitcoin of altcoins te verkopen en in bijvoorbeeld een Tether of een USD pairing te gaan, gaan ze naar Binance. Ja. En dat vind ik in principe wel een hele interessante optie. Daarnaast heeft Binance natuurlijk nog sowieso het voordeel dat als jij een x aantal Binance bezit, jij ook meer referral interest krijgt. Dat is voor mensen die heel veel referrals hebben een interessante optie. Ja. Daardoor weet je altijd dat er vraag is naar die coin. Ja. Hij stelt zichzelf weer bij. 3,5%, 2,9%. Ja, wat nog een ander voordeel is van Binance Coin, is dat je gewoon korting krijgt op het traden. Dat is eigenlijk waarvoor de Binance Coin is. Ja. Je krijgt gewoon 50% korting op je trading fee. Ja, en dat gaat met de tijd wel afnemen. Alleen er zijn nu geluiden naar buiten gekomen. Als jij die Binance Coin vasthoudt, dus ze hebben hem eerst al interessanter gemaakt om vast te houden voor mensen met heel veel referrals, dat ze meer referral inkomsten krijgen. Ja. Ze zijn nu bezig om, als jij Binance tokens vasthoudt, om jou mee te laten delen in de winst. Ja. En ik weet van sommige exchanges dat ze dat al doen. Ik noem uit mijn hoofd nu een Qcoin, die doet dat volgens mij. Qcoin shares, klopt. Ja, en daar deel je mee in de winst die zij behalen over het fee-bedrag of zo. Ik weet niet hoe het technisch in elkaar zit. Binance is dat nu aan het onderzoeken. Ja. Wat denk je wat dat met die coin gaat doen? Ja. Dat maakt het nog stabieler. Ja, inderdaad. Ik vind het gewoon een hele interessante coin. Binance, ja. Valt voor de rest. Hoe heet die eigenaar nou? Ja, zou nog iets. Kijk, je investeert ook in de poppetjes die erachter zitten. Ja, zeker. En dat is geen pannenkoek. Nee, en voor de rest kunnen we niet zoveel vertellen over Binance Coin als we een andere coin reviewen of zo. Omdat dat bij deze coin niet echt van toepassing is. Het enige wat ik er wel nog over kan zeggen is dat ze, normaal kijken we naar de events en dat soort dingen. Deze coin heeft iedere kwartaal, iedere 3 maanden hebben ze een coin burn. Ja. Dat is het enige wat je nog. Ja, en daarvoor, volgens mij uit mijn hoofd gebruiken ze daar 20% van de winst voor. En winst, die maken ze zeker. Ja, die maken ze sowieso. Dit is eigenlijk gewoon de coin van de week. En ik denk heel toepasselijk ook. Ja, omdat het een slechte week is. Ja. Maar dit is toch een hele goede coin. Ja, dit is een coin die het goed doet, juist als de rest het slecht doet. Dus voor een week als deze die we achter de rug hebben, is Binance met stipt de coin van de week. Ja. Nou, dit was het filmpje. Vond je het nou interessant? Abonneer dan op ons kanaal. Even het belletje. Dan blijf je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Zeker. Heb je vragen, wil je iets meer weten? Join dan ons Discord server. Linkje naar de Discord en alle andere dingen zoals de livestream, je aanmelden voor een exchange. Die linkjes staan hier onderaan het filmpje. Ja, korting op Bitmax. 10% korting op Bitmax kan je ook krijgen. Daar staat ook een linkje voor. Ja, en we zien jullie graag volgende keer weer. Later.